Hartelijk welkom allemaal op onze online lichtevent. Mijn collega Thibaut de Moore en ikzelf verwelkom jullie eigenlijk heel graag in dit deel SLA. Nu, de onderzoeken of teksten die gepresenteerd worden, die zijn eigenlijk allemaal uitgevoerd in het kader van het project GLITCH. Dus een samenwerking tussen België en Nederland. Nu, in het eerste deel werd dat uitgebreid uitgelegd, het project. En voor SLA is het zo dat het onderzoek steeds gebeurd is, steeds doorgegaan is bij ons op het mobiele gotensysteem, op het broestation voor de groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver. Dus ik laat nu eerst het woord aan Thibaut de Moore. Hij gaat uitleg geven over het spectrumonderzoek dat we de laatste anderhalf jaar gedaan hebben. Ook over de verschillende glassoorten dat we hebben in onze nieuwbouwafdeling. En ikzelf zal dan eindigen met een stuk testen die we gedaan hebben met een nieuw schaduwscherm, de Harmonie. Dus een aantal testen hebben we gedaan en daar zal ik meer uitleg over geven. Dus Thibaut gaat van start met de presentatie nu. Bedankt Isabel. Dus ik ga beginnen met belichtingsonderzoeken van de voorbije winter in de winter voor deze winter vertellen. Dus we hebben, met LED kunnen we veel meer belichten onder Sonté, zoals Wendy van Lommel daar straks heeft gezegd. Maar met kropsla groeit de kropsla groeit vaak veel te compact met het standaard LED-spectrum met enkel rood en blauw licht. Daarom hebben we een proef gedaan met 0,6 verrood tot 8% verrood. En we zagen, zoals je op de foto kunt zien, dat de sla met 8% verrood veel opener. Het blijft een krop, maar het groeit opener en het groeit veel mooier. Dus 8% verrood is beter voor kropsla, maar het is nog steeds iets te compact. Als we kijken naar andere types sla, zoals Lolo Rosa, dan zien we dat 8% verrood niet goed is. De sla rechts, onder in het midden, die veel lichter gekleurd is, heeft gegroeid onder 8% verrood, terwijl de rest van de sla heeft gegroeid onder 1% verrood. Dus we zien duidelijk dat dat verrood licht slecht is voor de verkleuring van de sla, in rode sla-types. Dit is een kort filmpje van onze nieuwe serre die we gebouwd hebben om verdere proeven te doen naar belichting voor kropsla. Dus we doen voornamelijk, in de winter doen we belichtingsonderzoek naar kropsla. We hebben, zoals jullie rechts kunnen zien, LED. En links hebben we een hybride afdeling en uiterst links hebben we een Sonté afdeling. We hebben verschillende soorten doeken in deze serre hangen. De watersturing gebeurt via vanachter en we testen er in de kropsla in de winter. Ja, dus dit is de serre. Ik zal jullie meer in detail uitleggen. Dus we testen drie verschillende belichtingssoorten. Links hebben we full LED van Megatronics met 74 micromol per licht plus 13% extra verrood licht. In de hybride afdeling hebben we 65 micromol per licht. Deze afdeling is voorzien door Signify en Agrolux. En we hebben daar 9% extra verrood dankzij de Sonté-belichting. In de HPS-afdeling, helemaal rechts door Agrolux, hebben we 51 micromol per licht, waarbovenop 11% verrood licht. De lampen van Megatronics zijn stuurbaar, maar in deze proef werd de sturing nog niet gebruikt. Bovenop de serre hebben we twee types glas. In de helft van de serre hebben we diffuus glas en in de andere helft hebben we helder glas. Diffuus glas heeft 20% diffusiteit. Beide glastypes hebben 2AR. Dus alle belichtingstypes worden getest zowel onder diffuus als onder helder glas. We hebben ook een ondernet, wat belangrijk is voor de vlakheid van kropsla. En we hebben twee type doeken, een transparant open doek, waarover Isabel straks meer gaat vertellen, en een standaard belichtingsdoek. De proeven die winter gingen voornamelijk over zware kropsla en over het presteerjaras. Om de lichtcompositie te vergelijken op een grafiek, heb ik deze grafiek gemaakt. Dus we zien dat de hoeveelheid verrood
Het hoogste is bij full LED, maar dat er overal ongeveer dezelfde hoeveelheid verrood is. En overal meer dan de proef met de eerste foto die ik jullie getoond had. Dus we hebben van 3 februari tot 25 maart 2020 sla geoogst en beoordeeld. Dus die van 3 februari werd bij ons geplant in november. We hebben beoordeeld op gewicht. We hebben verschillende maten voor de omvang beoordeeld. Dus omvang langs het blad en diameter. En verschillende bladgebreken, rand, smet en geel blad. Tussen de twee glassoorten hebben we geen verschillen gezien in deze proef. Ze scoorden op alle parameters gelijkaardig. Wat betreft de omvang en de vlokheid en de openheid van de sla hebben we in deze proef ons doel behaald. Met full head LED hadden we namelijk een langer langste blad en ook een diameter, maar voor het gemak toon ik hier alleen het langste bladlengte op deze grafiek. Een langer langste blad als bij hybride HPS of de proef van de jaren ervoor. Hierbij moet wel vermeld worden dat we een ondernet hebben gebruikt, wat zorgt voor een openere krop sla en de winter was redelijk warm. We hebben geen invloed gezien van de belichtingstype op smet en geel blad. Bij Sonté hadden we in deze proef ook een iets hoger gewicht, maar dat is voornamelijk doordat de zon anders schijnt. Dus deze winter hebben we doeken gebruikt om dit te vermijden. Dus zoals al gemeld, deze winter zijn we de proef aan het herhalen, maar met gesloten doeken, zodat er minder invloed is van het buitenlicht. We gebruiken 10% verrood in plaats van 13% verrood. En we testen het ook met verschillende kropslaarrassen, zoals Alissa en ook Presteria en ook andere rassen. En we doen ook testen met alternatieve slaarrassen, Lolo Bionda en Rode Eik sla. Lolo Rosa. Zijn er vragen over dit deel van het onderzoek van winter voor deze winter? Voorlopig Isabel? Geen vragen in de chat, nee. Oké, okay. als er nog vragen zijn, kun je ze nog steeds later stellen in de chat. En ondertussen ga ik verder met het vervolg van het onderzoek. Dat is het onderzoek van deze lente en deze herfst. Over waar we de diffuse en de helder glas hebben vergeleken in dezelfde afdeling als de afdeling daar straks besproken. Dus het is nog steeds 20% diffuus, 2AR. We hebben Lolo Rossa en Rode Eik sla getest. We hebben 12 rassen getest in de lente en de herfst. Waarom deze proef? Het werd gedacht dat met diffuus glas dat de instraling dieper in het gewas zou trekken en dat de inkleuring van de sla sterker en intenser zou zijn. En telers, als ze een nieuwe serre bouwen, twijfelen vaak of ze diffuus of helder glas gaan installeren. Dus daarom hadden we dit testen. Dus in de winter hebben we geen verschillen gezien. In de zomer hebben we ook geen verschillen gezien tussen beide glastypes. En we hebben 24 parameters beoordeeld. Behalve, we hebben een heel klein verschil gevonden in één proef bij rode eikenbladsla. In de lente was er iets meer wortelgroei bij helder glas vergeleken met diffuus glas. Maar het verschil was heel klein en op alle andere parameters hebben we geen verschillen gezien. Dus ik ga verder gaan met rassen. Dit zijn de rassen die geoogst werden op 2 juni van deze zomer. We kunnen zien dat rechts hebben jullie twee multileaf rassen van Gautier. Ze hadden een vrij laag gewicht. En het bolletje dat jullie kunnen zien, ik hoop dat het goed zichtbaar is, is de score voor rand. Hoe lager het bolletje, hoe slechter de score. Hoe meer rand, hoe hoger het bolletje, hoe minder rand. Dus we zien dat de twee multiliefrassen van Gautier Semence heel goed scoren op rand. Maar het gewicht is vrij niet zo goed. En het ras 2034... Dat roodbruin is waar het andere wijnbruin is, had een diepere inkleuring dan het wijnrode ras. Als we naar de Lolo Rosas gaan, kijken we naar Satin en Ancelo. Satin is van Rijk Zwaan en Ancelo is van Gautier Semence. Beide rassen hadden een vrij hoog gewicht. Ancelo had een iets hoger gewicht, maar scoorde veel minder goed op rand.
Satine daar tegenover had een heel slechte uniformiteit en was heel heterogeen in de groei. Ah ja, en zowel Satine als Ancelo hadden een vrij lange pit. De multiliftypes hadden daar minder last van. Hier gaan we terug, het is opnieuw dezelfde grafiek, maar rode eiksla die geoogst werd op 20 mei vorige zomer of lente. Camarde had een mooi hoog gewicht en had weinig last van rand. Maar Camarde, die jullie net naast de grafiek rechts zien, had een vrij doffe kleur. De kleur was niet wat we gewend zijn voor rode eik en de kleur voldeed eigenlijk niet. Romai heb ik niet op de foto's gezet, maar had een veel te laag gewicht voor deze proef. Dus het voldoet niet voor, deze periode. Rookzaai daarentegen had een veel beter gewicht, had de beste kropsluiting en vulling van alle rassen. We raden dus Rookzaai aan boven Romai. Xem had ook een redelijk gewicht. Xem had iets meer rand, had last van rand. Terwijl de andere rassen dat eigenlijk amper hadden. En Xem had ook een lange en iets hardere pit. Gauthier, het Izarde van het Gauthier Semence, had een vergelijkbaar gewicht met Xem. De kleur was wel iets bleker, maar het had wel een mooie, korte pit. En ja. Nu ga ik naar de proef van de herfst, die geoogst werd op 2 december, vorige december. En ja, dus zijn met de rassen Oswald, Satoda, Xem en Xodos, allemaal rassen van Rijkszwaan. In de eerste grafiek zien jullie het gewicht en de rand, zoals hiervoor. Gewicht 1 is de oogst op 2 december. En gewicht 2 zijn sommige planten die hebben laten staan, die hebben we 2 weken langer hebben laten staan. Dus tot 15 december. Dus de ene heeft een gewicht 1 heeft een groeiperiode van 71 dagen en gewicht 2 heeft een groeiperiode van 84 dagen na zaai. Ja. Dus we zien dat Xem een heel hoog gewicht had, maar Xem had vrij veel last van rand in deze proef, vooral in de tweede beoordeling, vooral 2 weken later. We zien ook dat Xem een vrij hoog gewas had, met een vrij lange pit, een iets te lange pit. Saturday had ook een hoog gewicht, maar had wel een mooie korte pit. Net als Oswald, die een mooie korte pit had. De kropsluiting was dus vrij mooi bij. Dus kropsluiting is ook een score. 0 is een lage kropsluiting of kropvulling. En 9 is een hoge kropsluiting of kropvulling. Dus hoe hoger de score, hoe beter eigenlijk. Oswald en Xem hadden een mooie kropsluiting en kropvulling. Als we naar de uniformiteit en de veldvulling gaan, dan is 0 opnieuw slecht en 9 is een hoge uniformiteit en hoge veldvulling, dus is veel beter. En Oswald scoorde daar toch significant slechter op en Saturday was. En Xodos scoorde ook niet zo denderend op. Saturday had wel goede scores op vlak van uniformiteit en veldvulling. Zijn er nog vragen over de proef over de rassenproef en de vergelijking tussen helder en diffuus glas? Isabel? Hier zijn geen vragen over binnengekomen, wel van de voorgaande presentatie. Daar kwam een vraag: mogen we stellen dat verrood de bladgroen korrelvorming stimuleert? Nu, ik had daar zelf op gereageerd. Verrood zorgt voor strekking, waardoor we meer volume bekomen. En dat was de volgende vraag: waarom zien we dan die rode kleur sla, dat er eigenlijk meer groen is? Nu, ik denk dat het vooral is omdat er dan minder anthocyaanvorming is op dat moment. Dus dat het verrood eigenlijk een negatief effect heeft op de anthocyaanvorming, waardoor dat die wel groeit, maar eigenlijk groen zit en nog niet rood verkleurd is.
Zijn er nog vragen? Dan denk ik dat we doorgaan naar de volgende presentatie. Of de lichtingst. Dus ik ga meer vertellen over de voor- en nadelen over het gebruik van een schaduwdoek. Nu, met de testen die we tot op vandaag gedaan hebben. Eerst en vooral wil ik meegeven dat standaard voor de teelt van zware kropsla de serres afgewit worden in België. Dus meestal, we gaan eigenlijk altijd adviseren om een witte coating op het kasdek aan te brengen in de zomer. Nu, in de lente en de herfst raden we aan om wel met een schermdoek te werken. Dat is eigenlijk al een vrij standaard toepassing. Wanneer straks bijvoorbeeld in februari de eerste zonnige dagen komen of meer zonnige dagen en dan zeker in maart, april, dan krijg je eigenlijk hogere kasttemperatuur, ook meer instraling. Dat is een vrij grote schok voor de plant, zeker bij sla. En dan raden we eigenlijk aan om het schermdoek te gebruiken. Momenteel is dat heel vaak bijvoorbeeld de Luxaus. En dat betekent dat dat een gesloten scherm is. En gaan we in sla 50, 60 of 70% gaan sluiten om die schok op te vangen. Geen 100%, ik zei het is een gesloten scherm. Dus als we 100% sluiten, dan zien we het probleem dat die kasttemperatuur te hoog oploopt. En dat is eigenlijk voor sla toch wel cruciaal. Dus in de lente en de herfst wordt momenteel heel veel geschermd op zonnige dagen om schokken op te vangen met een Luxaus bijvoorbeeld. Maar in hoogzomer gaan we dan toch, als de temperatuur nog hoger wordt, bijvoorbeeld rond 20 mei, en de instraling wordt nog hoger, ja, dan gaan we wel aanraden om een coating op het kasdek aan te brengen. Die coating, dat kan zijn dat dat een soort witvast is. Dat kan ook iets zijn, een Redusol, een Reduheat enzovoort. Wat zijn de voordelen als we dat doen? Wel, als we die coating op de bovenkant van het kasdek aanbrengen, dan heb je minder instraling. Enerzijds van de zon, maar anderzijds ook de warmtestralen die beter tegengehouden worden. En sla is eigenlijk nog altijd een iets koudere teelt, dus dat kan toch wel belangrijk zijn. Dan hebben we een lagere kasttemperatuur en ook een hogere RV. Als we kijken naar de plant zelf, zorgt dat voor minder broeirand. Het woord zegt het eigenlijk zelf, broeirand. Dus heeft heel vaak te maken met een hittegolf als we te hoge temperaturen hebben in de serre. Ook minder zomerglazigheid, minder schot. Ook zeer belangrijk bij sla. Zie je op die foto links. Dat is een heel duidelijk voorbeeld waar zeer veel schot aanwezig is. Dat kunnen we dus absoluut niet hebben in de slateelt. En ook is het zo dat we dan ook minder stress hebben, wat de laatste jaren toch zeer belangrijk is. Minder plantstress is zeer belangrijk voor wortelkwaliteit, zoals bijvoorbeeld een Phytophthora cryptogaea. Wat is nu het nadeel van die manier van werken? Wel, als we een donkere week hebben in de zomer, ja, dan is het nu al dan niet met regen, ja, dan zie je dat er toch wel minder groei is. We hebben een vaste coating op het kasdek, dus als het donkerder weer is, dan hebben we minder licht in de serre. Minder licht betekent minder groei, maar ook dat het gewas anders gaat groeien. Je hebt eigenlijk vaak hoge temperaturen in de zomer, maar dan toch heel veel schaduw in de serre. Dat betekent dat we strekking hebben. We krijgen een te vlok gewas dat heel moeilijk nog gaat kroppen. En wat dat ook belangrijk is, is dat daar toch heel vaak smet bij komt. Dus toch een belangrijk nadeel in feite, waardoor dat de vraag van de telers komt van kunnen we in de toekomst niet uitsluitend met een doek gaan werken? Een doek dat we zelf kunnen beslissen dat we al dan niet gaan sluiten bij de zonnige dagen. Dus was een vraag die kwam van de telers. En door het feit dat in 2019 ook Svensson met een nieuw type doek kwam, namelijk de Harmony, die het licht eigenlijk diffuus maakt in de serre, hebben we besloten, als we de nieuwe serre bouwden in 2019, om daar eigenlijk in onze nieuwbouwafdeling MGS volledig de Harmony te installeren. Dus we hebben gekozen voor de Harmony 2315 OFR. Wat betekent dat? Wel, dat is 23% scherming bij direct licht en 15% energiebesparing. Ongeveer dezelfde periode heeft er een teler in de buurt, ook, dus in de lente van 2020, ook zo'n installatie gedaan. Maar hij heeft gekozen voor een iets meer open doek. Dat is de Harmony 1315. En daar zie je ook een foto van rechts. Dus bij de Harmony 1315, open en vlamvertragend, dat is die OFR, dan zijn de bandjes 4 mm breed. Je hebt dus twee transparante bandjes, dan één open. Dan één transparant en één open. Het materiaal is steeds polyethyleen. Dus hier heb je dan 13% scherming, 13 tot 20% scherming. Het hangt af van de meetmethode.
En dat is bij direct licht. Bij diffuse instraling spreken we van 25% tot 29% scherming. Dus de belangrijkste vraag was van, ja, kan afwitten nu echt vervangen worden, volledig vervangen worden door het gebruik van een doek dat, en een type doek dat het licht ook volledig diffuus maakt. Nu, op het proefstation hebben we geen vergelijking gedaan tussen twee naastliggende afdelingen, waarbij dat in de ene afdeling de harmonie gebruikt wordt en de andere afdeling afgewit. Die vergelijking hebben we niet kunnen maken, omdat we de proef die in de serre liep dat niet toeliet. Maar we hebben ervoor gezorgd, we hebben eigenlijk vooral gekeken als we nu een periode hebben met ontzettend stabiel weer. Dus en in 2020 hebben we wel zo'n dagen gehad dat je bijvoorbeeld 3, 5 of 7 dagen elke dag een zeer hoge instraling hebt, constante oostenwind, geen wolkje aan de lucht. En op die momenten zijn we gaan spelen met ons doek en gaan kijken wat het effect is op de kasttemperatuur, op RV enzovoort. Dus de eerste vraag is van, of de belangrijkste vraag, kan afwitten vervangen worden door doek? Maar natuurlijk komen daar ook wel bijkomende vragen. Hoeveel procent moeten we nu die doek gaan sluiten? Het is zo momenteel met een Luxus bijvoorbeeld, dat we adviseren van het doek 50, 60 of 70% te sluiten. Maar hier wordt aangeraden door Svensson om het doek 100% te sluiten. Nu, we hadden daar totaal geen ervaring mee. Kunnen we zo'n doek 100% sluiten? Het is natuurlijk een open doek en die andere zijn gesloten. Dus waarschijnlijk wel, maar dan wouden we natuurlijk wel testen wat het effect op de temperatuur is. We willen ook weten wat het effect op RV is en het effect op de nachttemperatuur ten opzichte van afwitten. En dan ook wel interessant om te weten natuurlijk van hoeveel reductie par licht hebben we nu effectief op het gewas. In de volgende grafiek zie je een test in maart, waarbij we heel stabiel weer hadden. En daar hebben we het doek eerst 70% gesloten, de volgende dag 90% en dan 100% gesloten. Laat ons eerst kijken naar die onderste lijn, die groene lijn. Dus de groene lijn is de stralingssom. Nu, dat staat niet in de lijn, dus de as links geeft enkel de temperatuur weer. Maar ik heb die stralingssom daarbij vermeld om aan te geven dat we zeer stabiel weer hadden. Dus elke dag eigenlijk bijna exact dezelfde stralingssom. Helder weer, blauwe lucht, zeer stabiel weer met een oostenwind. En dan hebben we op de eerste dag, en dat zie je op die paarse lijn, die paarse blok, ons schermdoek 70% gesloten. Op de tweede dag hebben we ons schermdoek 90% gesloten. Maar dan zie je, als het schermdoek dichtgaat, dat die temperatuur toch nog vrij hoog oploopt. Nu, de derde dag, en dat zie je dan in die oranje cirkel, dus hetgeen dat omcirkeld is, dan sluiten we het schermdoek vroeger. Dus we sluiten eigenlijk bij 600 watt per vierkante meter en we sluiten het 100%. En dan is het toch wel mooi in die cirkel, als je de blauwe lijn bekijkt wat de temperatuur in de serre weergeeft, dan zie je duidelijk als het scherm gebruikt wordt, dat die temperatuur eigenlijk toch lager blijft, constant lager, en een stabieler klimaat in de serre weergeeft. De volgende grafiek is RV die weergegeven wordt in het rood. Nu, dat is een periode in april, opnieuw 3 dagen zeer stabiel weer. Oostenwind, blauwe lucht, dus geen wolkje aan de hemel. En dan hebben we daar ook 3 dagen na elkaar gekeken wat het effect is als we het doek sluiten op RV. Als je kijkt naar de eerste oranje cirkel, dan zie je dus, 's nachts sluiten we het doek 95%. En tijdens de dag, na 8 uur, dan sluiten we het doek 100%. We hebben hier het doek frequenter gaan gebruiken, vanaf 400 watt per vierkante meter, en ook 100% gesloten. Dus de paarse balk dat je ziet, geeft weer dat we dus het doek 100% sluiten. En de rode lijn is RV. Dan zie je het 's morgens. We vertrekken eigenlijk 's morgens vroeg vanaf 95% RV. En dan in de ochtend gaat eigenlijk RV pijlsnel naar beneden. Dat is echt een vrije val van RV in de ochtend. Als we dan het stralingsdoek of onze harmoniedoek sluiten, dan zie je wel dat RV eigenlijk een beetje afgeblokt wordt. Het daalt trager. Dan zie je duidelijk dat er daar een effect is. Maar wat dat wel belangrijk is dat RV toch wel verder blijft dalen. Dit is een combinatie zelfs met onze hoge drukverneveling. Dus onze hoge drukverneveling die springt op bij het 70%.
En dan zie je met combinatie van het doek dat het toch wel trager daalt, maar maakt u geen illusies, RV daalt toch nog wel vrij sterk. We hebben daar RV-waarden tot 40%. Iemand die geen doek gebruikt, kan zeker nog RV-waarden van 30% opmeten, dus we zitten daar wel iets hoger, maar toch nog... maakt u zeker geen illusies, RV daalt toch behoorlijk naar beneden. Ook op de tweede dag zie je dan in de ochtend, RV maakt daar eigenlijk echt een vrije val naar beneden. Op het moment dat het doek gesloten wordt, dan blijft RV wel wat hangen en dan later terug dalen. Op de derde dag is eigenlijk nog het mooiste voorbeeld dat je ziet dat RV toch wel trager daalt en zeker trager daalt en een beetje stabieler blijft. Het volgende dat we opgemeten hebben zijn temperaturen, wanneer dat we een vergelijking maken tussen een afgewitte serre en een serre waar de harmoniedoek gebruikt wordt. Dus in deze grafiek, dat is een periode in augustus, dat is wel zeer belangrijk om te weten, want dat was echt een hittegolf op dat moment. Dus tijdens de hittegolf van augustus hebben we de kasttemperatuur opgemeten bij ons in een serre met de harmoniedoek, dat is de blauwe lijn. We hebben ook de temperatuur opgemeten in de serre met de oranje lijn in een afgewitte afdeling met een mobiel gotensysteem en de grijze lijn is de buitentemperatuur. En dan zie je dat de blauwe en de oranje lijn eigenlijk toch altijd wel hoger gaan dan de buitentemperatuur. Zowel op dag 1, 2 als 3, zowel de afgewitte serre als de serre met harmonie ligt dus boven die buitentemperatuur. Nu, we volgen ook die zaken op bij telers en dan zie je als bij een teler... Dus zowel de teler met zijn harmoniedoek als de teler met een afgewitte serre, dan zie je wel dat in beide gevallen de temperatuur 1 graad onder de buitentemperatuur blijft. Dus dit kan wel zeker het effect zijn van het feit dat wij hier met kleine afdelingen te maken hebben. De afdeling met onze harmoniedoek is 1400 vierkante meter, de afdeling met de afgewitte serre is 400 vierkante meter. Dus dat kan er wel voor zorgen hier in dit geval dat de temperatuur iets hoger is dan de buitentemperatuur in tegenstelling tot een teler met 1 hectare of 3 hectare, waarbij dat eigenlijk dat we daar zien dat die temperatuur meestal 1 graad lager is. Nu, wat ik hier vooral wil aantonen, is dat onze afgewitte serre en de serre met de harmonie wel vrij gelijk verloop van temperatuur hebben tijdens de dag. Anderzijds kreeg ik ook de vraag van telers, dat was tijdens een werkgroep, een bijeenkomst van telers hier op het proefstation, kregen we de vraag van, is het dan ook geen voordeel als je een doek gebruikt, dat die nachttemperatuur mogelijk lager is? Want 's nachts is de kas helemaal open, dus eigenlijk heb je veel meer uitstraling tijdens de nacht. En dat zou je dan toch ook moeten merken. Meer uitstraling of een lagere nachttemperatuur in de serre is ook altijd een voordeel bij sla, want daar willen we ook wel, zeker in de periode van een hittegolf, een lagere nachttemperatuur hebben. En dan zie je dat het verschil eigenlijk zeer klein is. De laatste cirkel geeft aan dat bij de blauwe, dus waar eigenlijk onze doek gebruikt wordt, maar op dat moment tijdens de nacht ook samengevouwen is, dus in die open kas is er wel iets meer uitstraling en dan heb je een iets lagere temperatuur. Maar dat verschil is toch klein, daar hadden we eigenlijk grotere verschillen verwacht. Dan hebben we ook het parlicht gemeten. Dus als we nu het doek gebruiken, hoeveel reductie hebben we het parlicht? Dat hebben we op verschillende plaatsen gedaan. De eerste metingen hebben we gedaan bij een teler in de buurt, die dus de harmonie geïnstalleerd heeft in 2020. En dat was ook op een zeer zonnige dag. Dat was op 6 mei, hebben we daar 's morgens de metingen gedaan. We zijn gestart waarbij dat de serre nog open was, dat het doek niet gebruikt werd en de serre ook niet afgewit is. En dan meten we daar 220 watt per vierkante meter. Ik heb het uitgedrukt in watt per vierkante meter, omdat dat cijfers zijn waar telers iets meer mee vertrouwd zijn. Omdat in de klimaatcomputers bijvoorbeeld, als je kijkt naar de lichtintensiteit, wordt ook altijd weergegeven in watt per vierkante meter. Daarom heb ik dat omgerekend. En dan zie je bij de harmonie, als we dus de serre gaan sluiten, 10 minuutjes later bijvoorbeeld, we sluiten het doek en we meten dan het parlicht op het gewas, dan meten we 99 watt per vierkante meter. Dat is een gemiddelde van verschillende metingen. En dan zie je dat met de harmonie een reductie bekomen wordt van 51% parlicht juist boven het gewas.
Nu, bij die teler hebben we ook in een oude serre kunnen meten, waar dus ook niet afgewit was, geen doek gebruikt werd. En daar meten we dan 174 watt per vierkante meter. Dat is iets lager dan in de nieuwe serre, dus dat lijkt mij ook logisch dat we gelukkig, het is ook totaal ander glas dat erop ligt, dus dat we dus iets minder licht meten in die oude serre. In een deel van die serre is het dan ook sterk afgewit, dat is echt een dik laag witsel dat erop ligt boven de treizone. En daar zien we dan een reductie van 64% van het parlicht. Enkele uren later hebben we diezelfde oefening gedaan op proefstation. Dus we hebben eigenlijk eerst het licht gemeten in de nieuwbouwafdeling zonder doek, zonder af te witten. En daar meten we dan 246 watt per vierkante meter. Dat is ook logisch, dat is een paar uur later ten opzichte van bij de teler. Dus we hadden intussen iets hogere lichtintensiteit. Sluiten we dan onmiddellijk het doek en meten we, dan zien we daar een reductie van 57% van het parlicht boven het gewas. Dat is iets meer ten opzichte van de teler. Wij hebben er dan ook voor gekozen om een iets meer gesloten doek, wat dan eigenlijk ook overeenkomt in de reductie van het licht. Een periode later, op 2 juni, hebben we nog eens een meting gedaan, omdat intussen ook de andere MGS-afdeling afgewit was. En dan kun je eigenlijk de vergelijking maken van wat is nu het parlicht op het gewas in die afgewitte serre, wat zonder doek en wat met doek. Wel, dan zie je in de serre waar het heel dun afgewit is, maar dat was echt een dun laagje witsel dat er aanwezig was, daar zien we dan een reductie van 22% tot 35%. En met de harmonie hadden we een reductie van 44%. Dus mijn conclusies... Sluit het doek tijdig. Ik denk dat dat eigenlijk zeker kan met dit type doek, omdat het een open doek is. Dus veel vlugger gaan sluiten ten opzichte van onze gesloten doeken dat we vaker gewoon zijn. Dus sluiten al bij 400 watt per vierkante meter. Start op tijd en ook 100%. Dan zie je dat je toch... dat doe je dan ook op die heel zonnige dagen. En dan zie je dat je toch wel een iets hogere RV kunt creëren in de serre. RV daalt minder snel, maar hij blijft wel verder dalen en kan toch ook wel vrij laag komen, tot die bijvoorbeeld 40%, wat behoorlijk laag is. De kasttemperatuur is hoger bij ons op het proefstation dan de buitentemperatuur, maar we hebben dat dus ook bij een teler opgevolgd en daar zagen we met de harmonie dat dus, de kasttemperatuur 1 graadje lager was dan de buitentemperatuur. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat het een zonnekas was, dus een iets andere kastconstructie ten opzichte van het proefstation. De kasttemperatuur is vergelijkbaar met zeer licht afwitten en we hebben een reductie van het parlicht boven het gewas die varieert tussen de 51% en de 57%. Tot daar mijn presentatie. Ik weet niet of er vragen binnengekomen zijn. Ik zie geen nieuwe vragen. Oké. Misschien nog vragen? Heb ik ze nu nog opschrijven dat ik ze aan Isabel stel? Goed, dan zie ik dat we eigenlijk heel mooi binnen onze tijd gebleven zijn. Ik dank u ontzettend voor om het mee te volgen, om onze lichtevent zo voltallig mee te volgen. En als er nog vragen zijn of zaken dat u wilt bespreken, bediscussiëren, twijfel niet, aarzel niet om contact op te nemen met zowel Thibaut de Moor of ikzelf. Dat kan altijd. En dan wens ik hier af te sluiten en u... op een later ogenblik nog eens te verwelkomen. Ik heb nu net twee vragen. Waarom zou je zelf kiezen voor afwitten of doek? En wat in combinatie met donker doek? Ja. Ik denk voor nieuwbouw dat het zeker... Dus de resultaten die we nu gezien hebben met de harmonie, zowel op het proefstation als bij een teler... denk ik dat er zeker mogelijkheden zijn om dus zonder afwitten verder te gaan. Ik denk ook dat het heel belangrijk is, of het voordeel als je dan bijvoorbeeld ook multicolor hebt, dat ga ik ook aanraden meer en meer om te schermen. Dus met zo'n doek kan bijvoorbeeld bij een multicolor zeker een voordeel zijn dat je geen vast wit laagje hebt. Dus ik denk dat, dat het zeker kan op vandaag. En dan de tweede vraag, wat in combinatie met een belichtingsdoek... Ja, ik denk dat een belichtingsdoek belangrijk is, dus een donkere doek of een belichtingsdoek belangrijk is om het licht weg te nemen. Dat is superbelangrijk als we 's nachts belichten, bijvoorbeeld vanaf middernacht of vanaf 2 uur 's nachts. Dus een belichtingsdoek is nodig om het licht
om lichtpollutie te vermijden, dus om het licht weg te schermen. En deze doek kan dan ook gebruikt worden als energiescherm. Ik denk dat dat ook wel een mooi voordeel is als het echt koud is. En koud en vorst bijvoorbeeld, dus koud, ja, en we hebben dus een droog klimaat, dan kan het ook wel interessant zijn om ons belichtingsdoek volledig te sluiten. Als het geen zo'n koud klimaat is, ja, dan sluiten we ons belichtingsdoek bijvoorbeeld 90% of 80%. Dus een belichtingsdoek als energiescherm. Dit is natuurlijk geen energiescherm, die open doek. We spreken van een energiebesparing van 15%. Nu, als het echt heel koud is, zou je ze samen kunnen gebruiken, maar het is op dat vlak wel een beperkte meerwaarde. Ik denk dat ik zie nu geen nieuwe vragen, dus ik denk dat we jullie definitief een goede avond kunnen wensen. En als er nog vragen zijn, kun je ons steeds een mailtje sturen of bellen. Ik zie nu net een nieuwe vraag. Oké, als we afsluiten. Waarom is de gemeten lichtreductie bij schermdoek veel hoger dan volgens de specificaties van het doek? Ja, veel hoger. Ja, de metingen zijn... het is parlicht, dat is het eerste. En het is echt gemeten boven het gewas. Ik kan nu op vandaag niet zeggen... dan moet ik navragen bij Svensson hoe zij hun metingen gedaan hebben. Dat moet ik bespreken met Svensson zelf. Ik weet dat daar een verschil in is, maar hier gaat het ten eerste, dus dat is wel een belangrijke factor, het gaat over parlicht. En het is echt gemeten boven de sla. En dat is met onze PAR-sensor, UPR-TIC, dus denk ik wel een heel betrouwbare technologie en wordt ook vaak geëikt. Dus en onze resultaten eigenlijk zeer goed zijn, het zijn ook gemiddelde van verschillende metingen. Maar ik moet dat wel eens navragen bij Svensson hoe zij hun metingen gedaan hebben. Dat klopt. Ik denk dat we dan, als er niet nog een vraag komt, kunnen we dan echt definitief afsluiten. Jullie een goede avond wensen. Ik bedank jullie voor jullie aandacht en vragen. En we hopen jullie zeker terug te zien een keer op een live event hier op het proefstation, waarbij dat er veel meer te zien is. Hè? Ja. Ja.